bezoeken in de zomer een attractiepark. Maar juist ook in de winter is het ontzettend gezellig. Want ik ben bij Fantasialand en dat is nu Wintertraum. Oftewel, het hele park is gedecoreerd en totaal in kerstsfeer. Hey Linda! Hey. Ja, ik kan niet zo goed schaatsen hoor. Dat zag er prima uit. Wauw, wat ziet het er hier gezellig uit. Helemaal een kerstsfeer. Hebben jullie elk jaar Wintertraum? Ja, we hebben elk jaar Wintertraum. Wat je al zegt, alles is in kerst- en winterse sferen gedecoreerd. En dan zijn er natuurlijk ook extra activiteiten, zoals deze schaatsbaan. Ja, en lekker eten, lekker drinken. Oh, kijk, lekker. Ik krijg hulp. Heb jij nog een tip voor mij vandaag wat ik absoluut niet mag missen? Dat zijn er dan twee. Chiapas. En dat is? De Wildwaterbaan. Oh, dat is die stelste ter wereld. Klopt helemaal. Oké. Okay. En vanavond is hier de eindshow, de Magic Rose Spirit of Light. En dat is toch wel echt een hele leuke afsluiting van je dag vandaag. Oh, dat denk ik ook. Dan ga ik nog even oefenen, ja? Het is ook mogelijk om meerdere dagen op het attractiepark te blijven. Want ze hebben hier twee hotels. En een van, is dit? Chinees hotel, Lingbao. En alles is hier feng shui gebouwd en ingericht. Dus je voelt je helemaal zen. Hoe fijn is dat? Overnachten in een attractiepark. Dat is misschien ook wel nodig, want Fantasialand ligt in Brühl, vlakbij Keulen. Het familiepark met 40 attracties en shows is er helemaal op ingericht om je meerdere dagen te vermaken. En als je liever overnacht in Afrikaanse sferen, dan kan dat ook. In het vrolijke hotel Matamba. Daar zie je vanuit je hotelkamer de achtbaan Black Mamba al verleidelijk naar je lonken. Super! Ja? Hard! Ik dacht dat hij heel eng was, maar toen we zeg maar over de kop gingen was het echt heel leuk. Maar wat gaat er door je heen dan? Adrenaline. Organen. Adrenaline. Adrenaline, bij jou? We ademen. Vlinder. Gillen. Vlinders. Ja, en gillen. Ja. Oh ja, dat hoorde ik. Ja, dat echt, hè? Misschien vragen jullie je af waarom ik niet zelf in alle attracties ga, vooral de wilde dingen. Maar dat komt namelijk omdat ik zwanger ben. Hè? Die is mooi, hè? Ja. Mag ik je wat vragen? Wat vind jij nou het allerleukste om te doen hier in het park? De chiapas. Wat is dat? Nou, dat is een wildwaterbaan. Dan ga je heel snel naar beneden. Omdat het snel gaat of omdat het met water is? Water. Wat is je favoriete winterse lekkernij? Nou, ik vond poffertjes hier wel heel lekker hoor. Ja, ja, dus poffertjes. Gluwijntje, volop hier. Heerlijk. Hallo. Namens hier eenmaal bieten. Oh, dat is zo lekker, poffertjes. Oh, dank. Oh, lekker, lekker. Het is Mouse au chocolat. En hier ga je met een karretje 3D door een oude bakkerij heen. Oude bakkerij, Sanne, nostalgisch zul je bedoelen. Want deze attractie vind je in Alt-Berlin, een van de 6 themawerelden in het pretpark. Ja, spannend hè, Sanne? Met een 3D-bril en gewapend met een slagroomspuit muizen uit de bakkerij verjagen. In Alt-Berlin ga je terug naar het jaar 1900. En juist daar komt de sfeer van Wintertraum fantastisch tot zijn recht. Wat vind je de leukste attractie hier in het park? Nou, ik vond de attractie met die 3D-beelden, dat je een bril op kreeg. Ja. Die vond ik wel heel erg leuk, maar ook voor de kinderen. De Black Mamba, dat is de achtbaan. Dan hang je zo met je benen gebungeld en je gaat over de kop. Super gaaf.
Supermooi. Maar er schijnt dus nog één show te zijn. De allerlaatste, ook met vuurwerk. Dus daar ga ik even heen. Het showspektakel met een zee van licht duurt tot en met 17 januari. En wij zeggen, dit winteruitje is een must. Wauw, wat een afsluiting van deze topdag. En de ene show is nog mooier dan de ander. En het is niet eens speciaal voor mij, want dit is hier elke dag.